Wat we gaan doen is dit mailadres instellen in Windows Mail. Ik ga naar Windows en ik open mijn mailprogramma. Ik klik op het icoontje linksonder en ik klik vervolgens op accounts beheren. Ik klik op account toevoegen. En vervolgens klik ik op ander account, IMAP. Ik vul hier mijn e-mailadres in. Gevolgd op mijn naam. En mijn wachtwoord. Ik klik nu op aanmelden. En dat was het. Windows Mail is zo slim om zelf de IMAP en de daarbehorende instellingen bij, namelijk de inkomende en uitgaande mail, voor me in te stellen. Ik ga nu kijken of het ook daadwerkelijk werkt. En dat doe ik door mezelf een testbericht te sturen via Windows Mail. En ja hoor, we herkennen het aan het mooie handtekening die Windows Mail aan de mail toevoegt. Mocht je die handtekening trouwens snel willen wijzigen, klik je op de instelling-icoon hier en selecteer je vervolgens handtekening. Van daaruit open je mailadres en voer je wat anders in, bijvoorbeeld vriendelijke groet Noël. Dat was het, we hebben nu dus ons DirectAdmin of cPanel mailaccount kunnen koppelen met Windows Mail.